Het geschenk van de blauwe vlinder, deel 1. Namaste. Fijn om je te verwelkomen bij het luisteren naar de boodschap van de blauwe vlinder. Even vertellen over hoe deze blauwe vlinder mijn en meteen ook jouw levensweg gekruist heeft. Net zoals alles, heeft alles tijd nodig. Tijd om geïntegreerd te worden, tijd om begrepen te worden, tijd om wortel te schieten, te ontkiemen, te groeien, om uiteindelijk zijn ware zelf te openbaren. Ontdek de prachtige samengang door geen gebeurtenissen en voel wat het jou persoonlijk te vertellen heeft. Het begon kort voor de dag van mijn verjaardag. Er werd precies niet alleen door mezelf, maar door menig ander in mijn omgeving naar mijn verjaardag toegeleefd. Op wel een heel bijzondere manier dit jaar. Dit vormde als het ware een aanloop tot wat zou volgen op de bewuste dag zelf. Het vroegtijdig herinneren aan mijn komende verjaardag, die ik om me heen waarnam, liet me glimlachend terugdenken aan de tijd die ik destijds heb doorgebracht in het slotklooster, waar we als gemeenschap leefden van het ene feest naar het andere, doorheen de liturgische kalender. Met ons allen, zusters, werden de nodige voorbereidingen getroffen, zoals zangrepetities, het aankleden van de kapel met bloemen en de bijhorende kleuren voor de liturgie, enzovoort. Een hoogfeest begon reeds op de avond ervoor. Dit laat me spontaan denken aan Avalon, geguld in de mist. We nemen de roeiboot, steken over, trotseren de nevel, op weg naar het desbetreffende eiland. We hebben geen enkel idee wat ons er te wachten staat. We zijn nieuwsgierig en zien uit wat het ons te bieden heeft. Eens we aangekomen zijn op het eiland, het begin van de dag waar we met z'n allen reikhalzend hebben uitgezien, lost de mist zichzelf op en kunnen we het mystieke, het geheimzinnige van deze dag betreden, ontdekken, bewonderen, zien. Om even terug te keren naar hoe alles is begonnen, wil ik met jullie graag het volgende delen. Op de vooravond van mijn verjaardag werd ik verrast met een onverwacht telefoontje van de kloosterzusters van de kloostergemeenschap waar ik destijds toe behoorde. Toeval? Elk jaar word ik nog steeds door hen verwend met de schriftelijke verjaardagswens. Dit jaar hadden ze besloten om me even op te bellen. Aangenaam verrast keuvelden we wat met elkaar. Toen gaf een van de zusters me te kennen: morgen offer ik heel speciaal mijn dag op voor jouw wensen. Een bijzonder verjaardagsgeschenk, zo zou de volgende dag blijken. Het is een onvergetelijke verjaardag voor me geworden, waarvoor ik een ieder die daartoe heeft bijgedragen, ook langs deze weg nog graag eens heel uitdrukkelijk wil bedanken. Dank je wel om mijn verjaardag zo verrassend, warm, hartelijk en wondermooi te maken. Het werd een heel mooie zonnige dag. Een niet te beschrijven zalig gevoel
leek doorheen deze dag geweven te zijn. We kozen om te gaan wandelen, een moment in moeder natuur door te brengen. Genoten van het geschenk van gemoedelijk bij elkaar zijn en stranden even bij een Lourdesgrot in een oase van groen. Deze grot, zo bleek, werd gebouwd als dank naar aanleiding van de bescherming die de bewoners en de streek zelf hadden ervaren tijdens de oorlog. Het woordje vrede stond er te lezen als een symbolische verwijzing naar het waarom van deze grot. Het getuigt van menselijke dankbaarheid voor bescherming, mariale bescherming, in ogenblikken waar mensen getroffen zijn door leed, angst, onzekerheid en een grote nood en behoefte kenden aan het voelen van houvast, het vinden van vrede en rust. Het ademt geloof, vertrouwen, verwijlen bij de bron, in en uit. Je ervaart hoe het leeft en spreekt van een zich zoeken te verbinden met een mysterie groter dan onszelf, waarbij enige verlichting, koestering, veiligheid, het zich vastgehouden voelen en een vorm van steun, kracht, troost ervaren kan worden. Iets wat we zoeken te begrijpen, zoeken vorm te geven, doorheen het zich herinneren van wat ooit in onze specifieke, unieke persoonlijke geschiedenis, maar ook in de wereldwijde, gedeelde, gezamenlijke, collectieve geschiedenis van ons mensen heeft plaatsgevonden. We vleien er ons neer om zelf, net als zoveel anderen, een glimp van goddelijke tussenkomst, die zich op de meest wonderlijke manieren weet te manifesteren, te beleven. Goddelijke tussenkomst, niet te vatten met ons verstand, enkel met de nederigheid, liefde, hoop, geloof, vertrouwen aanwezig in ons hart, een stil uiten, beamen van het weten van onze ziel. Menig kaarsje getuigt van wat leeft in het hart, in de ziel van heel veel mensen. Verlangen, hoop, vertrouwen en soms ook nood, vragen. Zie je ons met z'n allen verbonden daar zitten, voor de grot, in de aanwezigheid van Moeder Maria, Bernadette en menig ander mens. Samen storten we wat leeft diep in ons eigen hart uit, in de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Stellen we ons open voor het helend vermogen, hier in alle eenvoud en sereniteit aanwezig. We ontvangen er kracht. We voelen ons dankbaar. We ervaren vrede, rust, een diepe stilte in ons wezen. Vrouwelijke energie, alom vertegenwoordigd in Moeder Maria, Bernadette, de gelende bron. We ontmoeten het vrouwelijke gezicht van God. Zachtheid alom. In het verwijlen van deze atmosfeer dacht ik aan het liedje Sun Dancer van Apanachi, een liedje waarmee ik de dag begonnen was.
diezelfde rustgevende tonen, melodie, frequentie, was ook hier doorheen de stilte daadkrachtig aanwezig. Alles leek zo mooi, één groot geheel te vormen. De woorden leefden, spraken voor zichzelf. Luister zelf maar. Zonnedanser, hecht je geest aan het licht. Dans voor het volk, zonnedanser. Zonnedanser, zoals een arend neem je vlucht. Jouw hart is sterk. Jij zingt jouw lied. Drums als donder, terwijl jij danst door de lucht. We staan in bewondering voor dit geschenk dat je geeft. Zonnedanser, hecht je geest aan de boom van leven. Gebed voor vrede. Bid voor vrede. Zonnedanser, bid voor de kleintjes die we vandaag in de wereld brengen. Mogen zij hun weg vinden. Drums als donder. Terwijl jij danst door de lucht. We staan in bewondering voor het geschenk dat je geeft. En in dat liedje spreekt een Indiaan in de Lakota-taal. En met heel zijn hart zegt hij: kijk op, dans met kracht, vreugdevol biddend met grootvader. Jij en mijn relaties zullen leven. Zonnedanser, hecht je geest aan de zon. Dans voor je volk nu. Dans voor ons volk ook. Zonnedanser, mogen alle harten één worden terwijl we dansen met jou. Terwijl we dansen met jou. Mogen we dansen met jou. Dansen met jou. Zonnedanser. 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 Om stil van te worden is het niet. Wat voelde het enige op deze plaats? Omgeven door groen, badend in zonnestralen, blij, dankbaar om wat was, is en nog zal zijn. Een ongepland, onverwacht, spontaan moment in alle eenvoud en sereniteit. Een moment van danken, stil worden, het zich verbinden, toevertrouwen, zichzelf overgeven. We sloten dit moment af en kozen ervoor om ons van een noveenkaars te voorzien, om nog even dit moment te laten uitdijnen bij ons thuis. Nog helemaal in deze geluksroes wachtte er ons op onze terugweg een bijzondere verrassing. Daar was een totaal pastel lichtblauwe vlinder te zien. Geen andere kleuren waren merkbaar in de vlinder. Het was een blauwe vlinder. Geboeid
Verrast, verwonderd en tegelijk bewonderend keken we ernaar. Zag ik wel goed? Is dit een blauwe vlinder? In al mijn levensjaren op deze aarde is dit, voor zover ik me herinner, de eerste keer dat ik een blauwe vlinder heb opgemerkt. Dit hield een boodschap in. Daar was ik van overtuigd. De noveenkaars die we bij ons droegen had dezelfde kleur. Felblauw. En op een lichtblauwe achtergrond prijkt de foto van het Mariabeeld, zoals ze zo vaak afgebeeld wordt, in Lourdesgrotten. Dit kon geen toeval zijn. Bij vlinders denken we spontaan aan transformatie. Aan de rups die zich ontpopt tot een prachtige vlinder. En lijkt het niet alsof vlinders dansen? We zien ze vrolijk fladderen, vrij en blij. Ze herinneren ons aan die bijzondere vlinders in de buik, die je voelt wanneer je je verliefd voelt, of wanneer je de eerste waarnemingen ervaart als vrouw van nieuw leven in je buik. Het kriebelend genieten met gratie en elegantie. Zich licht en dromerig voelen, alsof de gele wereld aan je voeten ligt en wacht om door je ontdekt te worden. Voelt het niet als iemand die bevrijd wordt van een situatie waarin hij, zij, zich klein, opgesloten, beperkt heeft gevoeld en voor wie thans deuren wijd opengezwaaid worden, waardoor een totaal nieuwe wereld zich aanbiedt, opent met nieuwe mogelijkheden. Hoe zou de rups die zich ontpopt heeft zich thans voelen als vlinder? Fladderend van geluk, vol nieuwe dromen en grootse visioenen. Zich voelend als herboren, licht en bevrijd met een wijd veld van mogelijkheden. Zoveel die wacht om door hem gaar ontdekt te worden. Een vlinder leeft. Beleefd magie. Is als een schilder met een kleurenpalet. Laat zich verrassen door de levendige, kleurrijke, expressievolle aanwezigheid om zich heen. Hoe mooi is het niet om een vlinder stil en rustig te zien baden in het zonlicht. Zijn fragiele vlindervleugels wijd open gespreid, terwijl het geniet van de warme zonnestralen die ze wezen warmt en verlicht. Vlinders en het zonnetje vormen dan ook een prachtige combinatie, een prachtige metafoor voor iets veel diepers. Ja, dit kleine wezentje is een heel bijzondere zonnedanser, die ons laat delen in zijn gaar visioen van nieuw leven die het in zich draagt. Dansend door het leven gaan, positief, optimistisch, van de ene ervaring naar de andere fladderend. Wat een diep transformatieproces geeft deze vlinder doorstaan. Na het doorworstelen van de verschillende fases heeft het meer en meer zichzelf gevonden. Zijn ware, stralende, mooie zelf. Vlinders nodigen ons uit om de diepe verbinding met het leven te beleven. Het ontdekken van de alom aanwezige schoonheid, waarvan het leven doordrongen is. Het is puren naar de nectar van het leven, naar het mooie, het zinvolle.
Vlinders spreiden hun vleugels en durven het aan om te vliegen, te verkennen, te proeven van het leven zelf. Vlinders lijken heel goed te begrijpen wat het betekent om doorheen een roze bril naar het leven te kijken. Ze zijn zo één met het leven zelf, dat ze ons hieraan constant herinneren, ons een weg van schoonheid wijzen. Vlindervleugels, engelenvleugels. Ze verwijzen naar wat ons de mogelijkheid geeft om vleugels te ontvangen. Ze zijn een levend voorbeeld van een blijde boodschap, van hoe helend het proces van bevrijding is, hoe belangrijk het is om stap na stap elke noodzakelijke fase, metamorfose te ondergaan, om te worden wie we werkelijk zijn. Wist je dat de Griekse naam voor vlinder psyche is, geest, spirit, en dat een vlinder gezien wordt als een symbool van onze ziel? Velen zien vlinders als een boodschapper van het goddelijke, engelen, gidsen, voorouders, lichtwezens, geliefden die zijn overgegaan naar gene zijde. Het kan dan ook heel goed wezen om even stil te worden, te luisteren en te voelen wie ons wil laten weten dat ze bij ons zijn en welke boodschap ze voor ons hebben. De kleur van de vlinder is dan ook zeer bepalend voor de specifieke boodschap. Ben jij ook benieuwd naar de betekenis van de blauwe vlinder? Laten we samen puren naar de verscholen betekenis van deze vlinder in ons leven. Doch, voor we overgaan tot wat de blauwe vlinder ons te vertellen heeft, wil ik je graag even meenemen in de tijd naar hoe Romeinen hun verjaardag vierden. Ook hier is er een link die ons kan helpen in het begrijpen van de blauwe vlinder. Wat wij verjaardag noemen, was voor de Romeinen blijkbaar een belangrijk moment in het jaar waarop zij de verbinding met hun genie vierden. En aan hun genie een offer gaven, zo las ik bij Abe de verteller. Wie? Wat is hun genie? Het stond voor hun beschermgeest, hun waakzame beschermer. Iemand die hen begeleidt, hen onder zijn haar hoede neemt, van het moment dat ze geboren worden tot in het moment van hun sterven. Doet het niet denken aan wat wij zien als onze beschermengel, beschermengelen? Het vieren van hun verjaardag was een moment om samen te komen met hun beschermgeest, met iemand die hen begoedt, voor hen zorgt. Samenkomen, een zich verenigen, twee worden één, geest, God, mens, een verzoenen van het goddelijke, menselijke binnen onszelf. De verbinding, de connectie vieren van twee werelden die samenkomen, de onzichtbare en de zichtbare wereld, de geestelijke en de stoffelijke wereld, zo boven, zo beneden. Het samenkomen van deze werelden als één grote leefwereld geeft ons vleugels.
Dit alles draagt ertoe bij dat we vier belangrijke fasen doorlopen, waarbij de rups zich ontpopt tot vlinder. Ik keer hier later nog op terug. 4 is het getal van de opsomming van het jaartal 2020. De keizer die samenkomt met de keizerin. Het alchemistisch huwelijk. Is dit niet geniaal? Weet je dat geniaal van Latijn komt, genialis, en spreekt over het gewijd, toegewijd zijn aan je genie, beschermgeest? Het woord genius blijkt dan weer afkomstig te zijn van geno, wat verwijst naar zwanger worden, voortbrengen of begrijpen kan betekenen. Zwanger worden, nieuw leven dragen, voortbrengen, letterlijk of vanuit een diep inzicht. Nieuwe perspectieven, zoals de Noorse Odin, die zich offert, omgekeerd hangt aan de wereldboom, de Yggdrasil, en alzo nieuwe inzichten ontvangt. Het getuigt van levenskracht, de weg naar het hogere, de weg om in verbinding te komen met het goddelijke, met de bron, het leven zelf. Het verwijst naar de levenskracht werkzaam in ons leven. De constante beweging die ons leidt van de ene transformatiefase naar de andere. Het gekneed, gevormd worden. Het verwijst naar het onophoudende, oneindig scheppingsproces binnen onszelf. Het verwijst naar het geschenk van het leven zelf, die we met z'n allen ontvangen en in wezen zijn. Het is de liefde, de schoonheid binnen onszelf aanwezig. De liefde die ons samenbrengt en de liefde die ons soms uit elkaar drijft. De scheppende en vernietigende kracht wat ons meteen bij de dans van Shiva en Shakti brengt. Het is in het samenbrengen van beiden, van wat schept en vernietigt, het licht en het duister, dat een nieuwe droom geboren wordt. Niet in het bestrijden of het bevechten ervan. Hier is geen plaats voor oorlog, maar ruimte voor vrede, voor het roken van de vredespijp, om te zoeken hoe we wat is gebroken, verbroken kunnen herstellen, helen, in balans brengen en de harmonie zoals die ervaren werd in Eden terug kunnen vinden. Het is kiezen voor een weg van schoonheid, van het laten reizen van onze vrouwelijke energie, die een weergave is van onze bereidheid om terug te ontvangen, toe te laten, erkend en geëerd te worden, onze rechtmatige plaats in te nemen in het geheel, kwetsbaar en geweldloos, maar groeiend bewust van onze ware kracht, de kracht van liefde, licht en leven, dat een ieder van ons in zich draagt, om alzo onze plaats in te nemen aan de zijde van onze partner. Mannelijke energie, ons vertrouwen, ons zelfvertrouwen. Net als Assepoester horen wij dit pad te creëren in samenwerking met onze beschermheest. Het is deze genieuze droom waarheid laten worden. Wij horen hiertoe bij te dragen, bewust te worden van ons aandeel in dit grote visioen van ze leefden nog lang en gelukkig. Het pad hier naartoe is geplaveid door het offer van het geven, het inzetten van onszelf,
geloven in onszelf. Geloven dat we kunnen een verschil maken in deze wereld. Geloven in de kracht van de droom die leeft binnen in onszelf als een drijfkracht, een niet te stoppen inspiratie van een visioen, die ons het vermogen geeft om de toekomst te zien. Geloven we in de kracht van positiviteit en volgen we de wenken, de duwtjes, de boodschappen, de aanwijzingen, de leiding ons gegeven. Wezen we een zonnedanser, een bemiddelaar, de sjamaan die reist tussen werelden. Ben je geboeid naar het verdere verhaal van de blauwe vlinder? Vergeet niet een vind ik leuk te geven of gratis te abonneren, waardoor je automatisch op de hoogte blijft van het vervolg. Namaste.